Buenos días, goedemorgen, mi amor. Kom jij het maken, de snoeplaan. Deze ook, toch? Wat is deze? Ik denk dat ik ga klauteren over deze rotsjes. Hi. Herber. Hola. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Dit is weer een reisvlog en zoals jullie zien, ik zit gezellig met Mo. He's back. Van heel ver weg geweest. Want nou ja, het laatste tripje, we waren net aan het nadenken, is echt lang geleden. Toen gingen we naar Antwerpen. En dat was in 2019 of zo. Ja. Ja, dus ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. Wij in ieder geval wel. Waar gaan we heen? Gran Canaria. Ja, we gaan naar Gran Canaria. Daar heb je namelijk best wel veel mooie plekjes. Ik heb ook een hotelsamenwerking. En we gaan dus eigenlijk wel echt vooral omdat het een soort van content tripje is. Dus ik heb wat samenwerkingen die ik meeneem. Mo heeft wat samenwerkingen die hij meeneemt. Dus we gaan lekker shooten. Misschien ook wel lekker wandelen. We gaan lekker eten, drinken, gezelschap. Gewoon genieten. Je kent ze allemaal wel. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, volg ons ook op Instagram. Je suis Mo en @Larissa Bruin. Als je benieuwd bent naar de foto's uiteindelijk. Maar we nemen jullie dus mee. Oké, nou, gaan we. Wij zijn aangekomen in het hotel. Up to the Hallo, hallo, hallo. Nou, ik check hem wel, jongens. Dit, is dit wordt wel romantisch, hè, Mo? Dat snap jij. Ben je daar wel klaar voor? Are you down? No, I'm up. Okay. Zo leuk dit. Oh, kijk wel lekker uit het zwembad. Voel je het? Ja. Lekker toch? Nou, het hotel heeft dus ook een heel basketbalcourt. Een heel hobbyterrein zou ik bijna willen zeggen. Je kan tafeltennis spelen, air hockey, poolen. Ik weet even niet wat dit is. Is dit hink, stap, sprong of zo? En je kan hier ook jeu de boule doen. Weet je wat jeu de boule is, Mo? Wat? Jeu de boule? Jeu de boule? Jeu de boule, dat gaan we straks spelen. Oké. Okay. Mijn god, ik zie er echt super moe uit. Maar jongens, wij zijn eigenlijk nog maar net geland. We hebben inmiddels even wat gegeten in ons hotel. We verblijven in Seaside Sandy Beach. En daarop zal ik ook even wat meer informatie in de beschrijving zetten. We zijn nu eventjes door Playa del Ingles aan het rondwandelen. Om te kijken wat een beetje de spots zijn waar we kunnen gaan fotograferen en zo. Ja, het is wel schattig hier. Maar we zijn wel tot de conclusie gekomen dat er lang niet gerenoveerd is, jongens. Maar dat hoeft misschien ook niet, want het is best wel een beetje een grijs gebied. En daarmee bedoel ik dat er vooral veel oudere mensen hier zijn. Maar goed, wij zijn hier natuurlijk niet om te rentenieren of met pensioen te gaan. Nou, denk ik. Wat? Wordt gelijk niet aangeboden. Nou, wat is dat nou? Ik dacht dat hij met zonnebrillen stond. Ja, hij had Giorgio Armani. Maar ook wiet. En jij krijgt geen Armani aangeraden. Jij krijgt wiet. En hash, nou, ja, waar was ik gebleven van? Ik zie wel hier een blauw muurtje aankomen. Blauw met groen en bruin. Dat vind ik cute. Nou, daar zijn we dus naar op zoek. En naar palmbomen en dat soort momenten, weet je wel. Ga vanzelf leven. Hi guys, vandaag is het dinsdag, onze tweede dag op Gran Canaria. En we gaan vandaag weer lekker exploren, mooie plekjes zoeken en natuurlijk mooie foto's maken. Ik heb mijn eerste foto's van vandaag in het hotel gemaakt, ook omdat het natuurlijk een samenwerking is. Kan je allemaal terugvinden op Instagram. En ook hier bij dit geweldige plekje, ja, het is ook gewoon een hotel, maar wij vinden het natuurlijk helemaal leuk dat het veel groen is met al die palmbomen. We hebben ook hele leuke foto's gemaakt. Dit was mijn lookje hiervoor.
hakjes en dit kittige roze pakje. Ik heb natuurlijk hier alles op stelte gezet, al die grijze mannetjes helemaal wild. Grapje hoor, maar misschien ook geen grapje, sorry. Hi. Herber. Hola. Wat zei die? The fuck, sexy lady. Oh, sexy lady. Je bent fucking 80, hou op. Goed, nou weet je, maken ze ook weer wat mee. Was in ieder geval wel leuk. Waar gaan we nu wat een vaag verhaal. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu op dit naar de locatie. Ja. Zometeen zijn we op de woestijn. Ja, min of meer. Ja, inderdaad. Maar we gingen eerst nog wat anders doen, volgens mij. Ja, eerst nog iets van een plantje. Eerst een andere locatie. Eerst een plantje. Eerst een plant. En eerst even omkleden. Doe ik hier gewoon even lekker op parkeerplekje. Hoppa. Nou, we zijn er hoor. Gaat het nou? Wat? Je bent er. Jongens, we zijn dus aangekomen op Maspalomas. Of in Maspalomas. Bij Maspalomas. Nee, Mas. Moos. Oh, Maspalomas. Dit is eigenlijk Mo's Place. Mo's Palace, zei ik wel. Ja, dit is dus eigenlijk gewoon een hele mooie zandvlakte, zal ik het maar noemen. En daar is ook de zee. Ja, dit is zo'n prachtige plek. Het is eigenlijk alsof je inderdaad in de woestijn bent, of in de desert, zeg maar. Maar dan iets minder droog. Alhoewel wij dus weer zo dom waren om geen drinken mee te nemen. Dat is heel typisch. Typisch iets voor mij. Maar ja, prachtig, 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 prachtig. Jongens, wij zitten bij het buffet. We hebben namelijk all inclusive. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Ik hoop jullie me trouwens goed kunnen horen, want achter mij wordt lekker muziek gespeeld. Maar ik wil jullie heel even het eten laten zien wat ze hier serveren bij het buffet. Serieus, het beste buffet wat ik ooit ergens heb gehad. Er wordt ook echt heel veel aandacht aan besteed aan het buffet hier, dus aan de gastronomie. Ik denk dat ik even moet stoppen met praten, want die muziek is toch wel hard, hè? Oké, nou, ik leg het straks al wat beter uit, maar eigenlijk wilde ik alleen maar het eten laten zien. We hebben het heerlijk gegeten. Het eten van het restaurant is echt heel goed. Echt heel lekker. Zoals ik probeerde te vertellen, is het echt gewoon beter dan ik ooit heb gehad als het gaat om het buffet. dus ja, nou dat wilde ik eventjes benoemen. Ik heb het volgens mij allemaal aan jullie laten zien. Jullie vragen je nu af, maar waarom sta je dan nu in de snoeprij? Of in de snoeplaan. Deze ook, toch? Heb je deze goed? Hey, ja, of met me. Dit is echt heel goed. Ja, ik geloof het. We zijn niet klaar, toch? Nee, popcorn al. Is het popcorn? Nee, weet ik niet. Moet je ook gewoon niet. Maar goed, nee, maar jullie vragen je nu dus af van waarom sta je dan in de snoepaisle van de supermarkt. Dat is omdat wij morgen een autootje gaan huren. En dan gaan we, nou ja, hopelijk nog veel meer zien. Wat is dit voor laffe actie? Nu ga je alles terugzetten. Omdat ze vies waren, ik heb niet de juiste gekozen. Oké. Dus ja, ik dacht ik neem jullie mee eventjes de supermarkt in. Ze hebben hier zoveel, het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Vooral heel veel snoep, niet goed voor mij. Maar ja, we gaan wel even lekker shoppen. Dit zijn mijn favo's. Dit soort dingen. En dan moet er eigenlijk nog suiker op zitten. Deze zit ook al in ons mandje. Of dit. Oh my god. Wil jij geen snoep, Paul? Ik denk het niet. Nee? Ik denk het niet. Oh, deze. Vind jij deze niet heel? Is dit niet jouw favo? Ja. Oh nee, ik dacht dat die patatjes waren. Ken je die? Ja. Dat was het dus niet.
Buenos dias, goedemorgen, mi amor. Zoals je ziet, wij zitten vandaag in de auto en wij gaan een roadtrip maken. Nee, ik ben heet, schat. We gaan vandaag allereerst naar Puerto de Mogán. En daarna gaan we naar het noorden. Daar zit Agüete en Galdar. Galdar. En dat zijn hele mooie plekjes. We gaan jullie gewoon meenemen die kant op. En heel veel foto's maken weer. Jullie gaan het zien. Ja, gisteren was in ieder geval echt een hele goede dag. Toen hebben we... ik heb sowieso 6 shoots gedaan voor het merk waarvoor we min of meer hier zijn, zeg maar. En we hebben ook nog heel veel andere dingen kunnen shooten voor onze eigen Insta's. Dus helemaal te gek. Nou, joe, later. Vandaag weer helemaal los. So to hear that. It's like something that it's not the vibe. Stop! Oh, please stop it yourself, babes. Oh my god. Where are we? Stacy, where are we? Stacy, look at the road. Puerto de Mogán, babes. Puerto de Mogán. Yeah. Mogán. Mogán. It's not Mogán, it's Mogán. Nou jongens, ik ben net echt helemaal vergeten te filmen toen wij in het stadje waren. Ik noem het maar een stadje, maar het was eigenlijk meer een little village. En daar was het echt super mooi, mooie huisjes, een soort van haventje ook. Hartstikke leuk. Ik heb wel foto's gemaakt, dus die heb ik in beeld gegooid waarschijnlijk. Nu zijn wij hier. Ze noemen dit een charco en ze noemen dit een Tarzan. Ik weet niet waar die jongen naar op zoek is. Behalve dan natuurlijk een mooi plaatje. En ik denk dat we het hier wel gaan vinden. Sorry, oh my god, mijn lipstick zit echt niet meer. Ik moet mezelf echt even bij gaan werken. En dan gaan we hier wat mooie foto's maken. Maar ik denk dat dat helemaal goed moet komen. We willen alleen de zon natuurlijk wel even terugzien. Ik denk dat ik ga klauteren over deze rotsjes. Goedemorgen, guys. Buenos dias. Vandaag is het... Is het donderdag, Mo? Ja. Het is donderdag. Onze laatste volle dag hier in Gran Canaria. En vandaag zijn wij bij Gold by Marina. Dat is een hotel die ook wilde samenwerken. Alleen, we hadden natuurlijk al een andere samenwerking lopen. Maar dit is er wel eentje die echt wel heel mooi is. En ik ben blij dat we toch even zijn gaan kijken. Want misschien kunnen we hier wel wat foto's maken. Ik zal je even laten zien hoe het er hier uitziet. Nou jongens, het Gold by Marina Hotel is echt een prachtig hotel. Daar hebben we echt mooie foto's kunnen maken. Maar we zijn nu weer terug bij ons eigen hotel, Sandy Beach van Seaside. En wij hebben vandaag de gehele dag de jacuzzi besteld. Dus misschien hoor je hem al een beetje. En dit is hoe dat eruit ziet. Die staat hier echt gewoon boven op het dak. Dus het is echt geweldig. Kijk, die gezellige zwaantjes weer. Oh jongens, helemaal romantisch. Mo, het kan echt lekker zijn. Echt leuk. Alleen, de enige dag dat wij echt die zon graag wilden, gaat het nu dus gewoon regenen. Of nou ja, eigenlijk hadden we alle dagen zon nodig. Maar goed, het regent nu dus gewoon echt best wel hard. Dus die parasol is niet voor de zon, maar die is eigenlijk om de regen tegen te houden. Het gaat alleen maar harder. Het gaat alleen maar harder. Oh. Helpt het niet? Oh shit, het komt er gewoon doorheen als een soort van... Alsof het gezeefd wordt alleen. Het is een mist. Zie, je ziet het gewoon nu allemaal op jouw truitje. Oh, wat nep dit. Maar het is wel warm, toch? Heel warm. Dus we kunnen op zich wel erin. Je gaat er sowieso in, vrienden. Nou jongens, inmiddels is het denk ik 1,5 à 2 uur later. En de zon schijnt gelukkig weer. We zijn er dus ingegaan, maar het ging alleen maar harder en harder en harder regenen. Ik heb nu ook een voet in mijn gezicht, dat vind ik heel boeiend. Oh, sorry. Ik was zeggen, het wordt alleen maar beter, maar dat ging even mis.
Maar in ieder geval, het ging regenen. Het was gewoon een douche in de jacuzzi. Maar dan koud en op een gegeven moment werd het vies. Toen zijn we eruit gegaan. Hebben we even geluncht. Wat trouwens ook heerlijk is hier. Had ik al verteld volgens mij dat eten heel lekker is. Allemaal all inclusive. Heerlijk. Nu wordt er nog eventjes hier schoongemaakt. En dan wordt het bad weer vol gelopen. En dan kunnen we lekker met zon van die jacuzzi gaan genieten. Ik kan niet wachten. En natuurlijk ook gewoon van de zon genieten. Want het is nu wel echt lekker. Oh, er komen ook nog kussens voor het lichtbed. Nee. Schat. Sí, gracias. Het wordt alleen maar beter. Je hebt toch echt een hele sterke... Ja, maar niet 7, schat. Ik wat is het? Ben geen shampoo. Oké, maar wat is het dan? Het is... Hey, ik hoor volle druppel. Ik ook. Oh. Wat is dat? Waar komt water ineens van de... Niet meer regen, hè? Niet meer regen, toch, Mo? Nee. Nee, ik voel echt regen. Wordt vervolgd. Jongens, take 3. Hopelijk blijft het nu wel droog. In ieder geval zit ik er lekker in. Mo komt erbij. Wij gaan chillen. Heerlijk. Kan ik knipogen? Daar zijn we dan weer. De laatste dag, jongens. Het is vandaag dus vrijdag, toch? Ja. Ja, we begonnen deze trip op maandag. Nu is de laatste dag. We staan hier lekker aan het zwembadje van het hotel. Zama. Wat? Zogenaamd. Wat? Zogenaamd. Zama? Zama? Hoezo? We staan hier toch? Wat? Staan we hier dan niet? Ja, we doen echt alsof we zo meteen echt gaan duiken of zo. Ja, we gaan inderdaad niks doen. We gaan weg. En we gaan eten. Want we gaan één keer genieten van het eten dat ze hier hebben. En... nou ja, de vlog moet natuurlijk afgesloten worden. Dus daarvoor zijn we echt helemaal hier gaan staan voor een palmboom. Ja, mooi, lekker in de moet, zon nog even wel, dag zeggen. Moet wel. Dus ja. Wat vond je van de trip, Mo? Kom even dichterbij. Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk. Awkward. Nee, grapje, maar ik vond het heel leuk. Dit stond eigenlijk al op mijn wishlist om naartoe te gaan. Ja, toch? Maar Spaloma's, toch? Ja, maar alleen voor één... locatie, niet voor de oude mensen. Nee, klopt. Het hotel was echt heel fijn. Het eten was heel fijn. Larissa was heel fijn. Oh, thank you. You're welcome. Je meent het niet, maar het is last time dat ik het zeg. Nee, het was gezellig. We hebben heel veel kunnen shooten. Wow, deze misschien moet ik hier. Oké, ja, misschien. Juist. Oké, nou, we hebben heel veel kunnen shooten. We hebben heel veel kunnen doen. Mooie plekjes ook wel gezien. Weinig gevlogd. Maar goed, jullie hebben hopelijk toch een beetje een beeld gekregen. En jullie hebben Mal weer een keertje kunnen meemaken. Wow, ja. Wat een gezelligheid. Wat een gezelligheid. De leukste momenten worden meestal niet gefilmd. Maar goed, dat maakt niet uit. Misschien volg je ons op Instagram. Je suis Mo en Larissa Bruin. Daar zie je dan vaak op stories like, en Instagram share. Ook nog wel meer voorbij komen. Volg, like, share. Deel met je vrienden. Ja. Enzovoort. Thumbs up. Laat een reactie achter. Oh my god, ja. Ga door. Subscribe. Deel. En heel erg bedankt voor het kijken. Buenos dias. Hoe zeggen we dat? Ciao. Adios. Ciao. Adios. Gracias por... Slema. Doei doei. Sayonara. Everything. We're international. El video. Ja. Si. Ik ga iets doen. Gracias. Bye. Doei. Toch, Maud? Ja, helemaal. En we hebben al bedacht waar we de volgende keer naartoe gaan. Jullie mogen raden. We gaan het gewoon vertellen. Nee, inderdaad. Oké, okay. Ja, wordt verrassing. Jullie mogen raden. Oké, nou laten we hier binnenkomen. See you.